optreden. Oh, dat is niet. Tegenwoordig hebben we allemaal draadloos internet. Hij is verzonden. Als hij het doet, is hij nu binnengekomen. Dames en heren, u krijgt nog een filmpje van het jaar 2000 tot aan nu te zien. En ik wens u heel veel plezier bij de laatste paar liedjes. Zo mooi geweest, een eindeloos begin, dat je normaal alleen in boeken leest. En al wist ik diep van binnen, dat dit niet voor altijd zou zijn, ik zou het zo weer over doen. Met de hemel als het doel, schoot ik de sterren en de maan voorbij. Totaal op mijn gevoel, de poorten bleken dicht voor mij. En ik wist dat ik zou vallen, want zo hoog als ik gevlogen was, ik zou het zo weer over doen. Jij bent weg en mijn hart is niet van mij alleen, maar het mist jou, ja het mist jou. Stil zien is overdovend om me heen, maar breng me terug naar toen. En ik zou het zo weer over. Is het voorbij? De herinnering verdooft de pijn. Het was de mooiste tijd voor mij. En hoe heeft het niet zo mogen zijn? Ik had het echt niet willen missen. Al valt de prijs die ik betaal nu zwaar. Ik zou het zo. Bye.
Als het einde komt, en als ik dan alleen ben,
Gaat wel gebeuren. Gaat wel gebeuren. Straks aan het einde van het liedje. Blijf bij mij gaan we doen van Paul de Leeuw en Richard Kot. Maar op dat schema, op het akkoordenschema, kun je wel 300 liedjes zingen. Er vallen nog heel veel liedjes van Paul de Leeuw. Dat is misschien ook niet helemaal te vallen. Maar aan het einde komt Margriet naar voren. Die pakt een beetje dit kwadrant zo. En jullie, wat gaan wij zingen, Margriet? Waterlooplijn. Kent u dat? Oh, waterlooplijn. Ja. Dan mag je mee zingen. Dan gaat Anke, die loopt door helemaal. Hé, hey, man achterop. Die helemaal naar achteren. Ja. Jij loopt helemaal. Dat achterste kwadrant, zeg maar. En dan gaan wij zingen. Wat gaan wij zingen, Anke? Verliefd. Je hebt het net gehoord op de video. Verliefd. Oh, mijn oren. Onderste boom. Zoiets. Ja, ik ben heel slecht in de teksten. Daarom ben ik muzikant geworden. Dan komt hier dadelijk... Wilma komt hier zingen, dit kwadrant. Wij gaan zingen, wat gaan wij zingen? Vlieg met me mee. Vlieg met me mee naar de regenboog. Vlieg met me mee. Je mag dit erbij doen. En dan voor het achterste kwadrant. Wat hebben we daarvoor, Bert? Onder de blauwe hemel en in de gele zon. Ja. Volgens mij is Bert net zo goed in tekst als ik. Maar onder de groene hemel. De blauwe zon is niet op mij. Geen zon, maakt niet uit. Maar als je het melodietje zingt van Boudewijn de Grote, komt het helemaal goed. Dan weet ik ook, dan was het Henk. Henk! Dat is het. Henk is oud lid ook. En Henk kan op dit akkoordenschema zo fantastisch Russisch ook zingen. Aan het einde gaat Henk zeker staan. En dan gaan we er doorheen. En dan ga ik ook nog. Ik denk dat ik zelf nog. Ik zou een andere liedje, ik zou nog Rain and Tears kunnen doen van Dennis Roussos. Dat zou ik al meer kunnen doen. Hey ja mama van K3 zou ik ook nog kunnen zingen. Dat kan allemaal op hetzelfde akkoordschema. Ik denk dat ik ga zingen van Skik van Wie dubt me wat, Wie dubt me wat, Wie dubt me wat vandaag. Ik heb de bal een vol met win en ik heb ja niks te klaar. Dat ga ik er doorheen zingen. Nou, dan hebben we gewoon op een bepaald moment aan het einde. Dan moet ik proberen een beetje water te houden. Probeer mij een beetje te volgen. Als ik dit doe, is het 1. Oh. En als je 2? Twee is dit. En als we stoppen? Ja, heel goed. Vooral zin. Op een bepaald moment moet hij wel even stoppen. En dan geef ik een teken. Ik doe niet dit, maar ik doe dit. Dat is een muzikante teken voor. We gaan weer van het begin, maar dat is nu niet het begin. Dan maken wij er even een mooi einde aan. Aan het liedje. Alles duidelijk? Ja. Alles klaar? Gaan we beginnen. Het laatste liedje, dus even uit volle borst mee zingen. Maar pas aan het einde, hè? Oh.
Nee, nog even wachten. Nee, wachten? Ja. Oh. 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 Naar huis. Ja. Ik ga eerst Wilco. Oh. Lieve dames en heren, ik wil u namens mijzelf ontzettend bedanken voor uw aanwezigheid hier. Dat ik de kans heb gekregen om op het podium te staan. En dat het volgens mij ook nog heel erg beetje gewaardeerd werd. Als het goed is, Remo, heb jij nog iets voor het publiek? Zou het koor iets aan de kant kunnen? Op het scherm. Kijk eens, dames en heren, uitgevallen! Als je deze foto in eigen bezit wil hebben, kunt je een van de koorleden gewoon vragen om even te appen. Ik wil u ontzettend bedanken en ik wens u nog een hele fijne dag. Welkom op mijn eerste. Dames en heren, u natuurlijk allemaal heel hartelijk bedankt voor uw aanwezigheid. U hebt heerlijk meegenoten en ik heb ook gemerkt dat jullie hele goede stemmen hebben. Dus als ze nog leeg zijn, u bent welkom op de maandagavond. U hebt allemaal een foldertje ook gekregen, dus dat komt allemaal goed. Eigenlijk zou Angelie hier staan, Angelie is ziek, helaas. En ik moet het van haar overnemen, dus ik pak heel even een spiekbriefje erbij, zodat ik niemand vergeet. Want het is natuurlijk ook een moment om mensen te gaan bedanken voor hun inzet en voor alles wat ze gedaan hebben. Op de eerste plaats natuurlijk, en ik heb een liefvallige assistente overigens, die mij even gaat helpen. Op de eerste plaats natuurlijk willen wij een hele belangrijke persoon voor ons bedanken. Die er iedere maandagavond toch maar weer is. En die iedere maandagavond ook weer zorgt dat wij in het geheel komen te staan en de juiste nootjes zingen. Het gaat niet altijd even goed, dat heb je misschien ook wel een keertje gemerkt, maar over het algemeen gaat het wel prima. En niet alleen zorgt hij dat wij de goede nootjes zingen, maar hij heeft ook al die nummers nog een keer gearrangeerd ook nog. Dus zoals je misschien gehoord hebt, zijn niet alle melodietjes zoals u ze van de radio en van de televisie kent, maar toch net even iets anders. En dat is nou net ons kenmerk. Maar daarvoor wil ik heel hartelijk applaus voor onze dirigent.